Ik begin wat anders. Het is zo rot weer. Ik ben in Medemblik. En hier is de Nederlandse zeilploeg heeft zich verzameld. En dan ga ik op zoek naar een aantal bekende zeilers. Onder andere een wereldkampioen en een nummer 2 van de Olympische Spelen in Londen. Marit Bouwmeester. Hi. Hi. De laatste keer als het om met je boot was, heb ik je gezien in Rio. 2 jaar geleden. Als je in die 2 jaar de 2 dingen die waar je heel tevreden over bent noemt en 2 dingen waar je helemaal niet tevreden bent. Precies 2 dingen. Eigenlijk het WK dit jaar en vorig jaar. Vorig jaar eindig ik het WK met gelijk aantal punten op de eerste plek. En dit jaar heb ik gewoon eigenlijk van mezelf verloren. Had ik mezelf een beetje onderschat, zeg maar. Ik had niet echt rust genomen. Ik dacht, ja, het is Olympisch jaar. Rio is belangrijk. Ik wil meer uren maken in Rio. Gelijk van Rio door naar Mexico. Dus eigenlijk hoopte ik dat ik op dit moment 2 wereldtitels rijker zou zijn dan dat ik daadwerkelijk ben. Als je dan gelijk zegt van waar ben je super blij mee, dan denk ik wel echt hoe ik die plek Rio heb leren kennen. Dus, ja, hè? Ja. Je bent een halve Braziliaans geworden, lijkt het wel. Ja, maar ik kan nog steeds niet de samba. Maar ik doe nu via de YouTube ben ik nu aan het oefenen, zodat ik dan in augustus de samba kan dansen. Zijn er wijzigingen in de wind? Zijn er wijzigingen in het water? Zijn er wijzigingen in het vuil? Ja, nou ja, nu klink ik onwijs als Helga van Leur. Maar je had het natuurlijk El Niño. Dat het water rond even naar warme was. En dat had in Rio ook heel veel invloed. Want er was super veel regenval. Dan is de watertemperatuur weer anders. En weer minder wind als normaal en dat soort dingen. Maar als het goed is, hebben we deze zomer er niet last van. Maar ja, Rio is een beetje zoals Nederland. Het kan gewoon van alles zijn. Zeg maar het kan hard waaien, zacht waaien, golven, vlak water. Dus we zijn gewoon op alles voorbereid. Klonk dat als Helga van Leur? Wat vinden jullie? Nee, Helga van Leur die voorspelt, of nee, die spreekt verwachtingen uit. En jij vertelt op basis van je ervaringen. Dus... Nou ja, ik kan het water echt beter lezen. Het komt echt uit als een automatisme. Als ik denk, het donker water, dan denk ik, oké, het wordt nu erg. Als ik denk, het is super vlak, dan denk ik, stroom tegen, choppie, dat soort dingen. En al mijn technieken zijn echt in de puntjes aangepast. Zowel in de baai zelf, waar wij toen hebben gevaren, waar je je kunst hebt vertoond. Luister, ik heb goed gevaren, hè? Ja. Ik heb echt niet slecht gevaren. Kijk, zij dacht dat we zouden omkieperen. Ja. Maar we bleven gewoon overeind door mijn stuurmanskunst. Door tegen te sturen. Of zo. De slechtste zeiler die ooit in jouw bootje heeft gezeten. Echt waar, ik zweer het je. Nee, je had eigenlijk echt wel talent. Je had echt wel gevoel voor de boot. Alleen de eerste kon toen instapte en het roer vast bleef zitten. Ja, dat was gewoon wel echt heel hilarisch. Maar hoorden jullie wat ze zei? Ze zei het, hè? Maar, comma, je hebt echt wel talent. Ik hoop zo dat als jij in Rio gevaren hebt, hè, als je die 4 jaar dan, dat je daar gezeten hebt, 3,5 jaar dat je daar gezeten hebt, dat ik echt gevoel heb van wauw, wat ben ik blij dat dit gedaan. Want ik merk gewoon dat in de wedstrijd echt zo'n verschil heeft uitgemaakt. Ja, dat hoop ik ook. Ik denk dat er heel veel verschillende mensen zijn geweest met verschillende visies. Sommigen denken van ja, voor de veiligheid en voor je gezondheid willen we daar niet veel trainen. Anderen zeggen van oké, deze plek is niet te bevatten. Beter kom je er helemaal cold turkey in en je doet gewoon een beetje op je instinct. En ik had zoiets van ja, niks is onmogelijk. En je wil gewoon die plek gewoon, zelfs hoe afwisselend het ook is. Er zijn altijd wel een paar punten die houvast bieden. Als je me nu een windrichting geeft en welke baan ik moet varen, dan zou ik nu al kunnen zeggen waar je op moet letten en wat er hoogstwaarschijnlijk gaat gebeuren. Ja. Oké, die wind komt uit de zee op de Sugarloaf af. Ja. Dus hij komt een beetje omheen. Met een versnelling. Er komt een vliegtuig aan. Wat doe jij? Als je de wind op het Sjoelok afkomt, dat is zuidelijke wind. Met zuidelijke wind heb je geen last van landelijke landende vliegtuigen. Dus je hebt alleen last van de vliegtuigen als het noordelijke wind is. Maar zuidelijke wind heb je wel heel veel last van de Sjoelok. En die wind die gaat er heel erg heen en weer. Dus zeker hoe meer naarmate je dichter bij de boei komt, hoe meer tack en flap het is, noemen wij dat. Zeg maar. Omdat de wind gewoon van alle kanten komt en je wil er gelijk op reageren. Oké. Informatie. Nee, je bent voorbereid. Ik hoor het al. Jij bent echt voorbereid. Dat fouten maken, eigenlijk kom je daar niet mee weg, zeg maar. Je moet gewoon elke dag het hoogste niveau laten zien. Ook als je moe bent of ook als je 4 uur lang in de hitte
op de golven heb gelegen zonder wind en dan in één keer nog een wedstrijd moet doen. Ja, dan moet je er ook gewoon staan, zeg maar. En dat is wel een beetje de uitdaging van Rio. Heel lang wachten, 2 uren wachten in de zon, op het water, in de golven, waar je zo een beetje aan het deinen bent. En dan in één keer moet je ineens... Ja. Echt een soort leeuw. Een leeuwin. Ja. Ja, die slapen 20 uur per dag en ineens dat ene uurtje dat die in palen voorbij komt, dan moet je grijpen. Ja. Dat is eigenlijk wat je doet. Ja. Ik ga je met rust laten. Ik heb volgens mij nog veel meer andere dingen te doen. Ik ben naar Rio. Ik hoop zo dat alles eruit komt wat jij wil dat eruit komt. Ja, dankjewel. Ja, ik heb er gewoon super veel zin in. Dus op een gegeven moment is het een beetje vergelijken met een toets, zeg maar, die je dan super goed hebt geleerd. En op een gegeven moment wil je het gewoon doen, weet je wel. Je wilt gewoon, ja, je kan nog meer leren en dingen, maar op een gegeven moment heb je het proper. Ja, ik... Nu doen gewoon. Ik wil nog wel een doen. Op weg naar...